Dag Matthias, dag Nedio, wat van jullie van de match? Het begin was ongelooflijk, hè? Ja, de eerste helft viel niet veel over te zeggen. Dat was eigenlijk heel goed gevoetbald van ons. We stonden daar ook terecht 1-0 voor. Je weet dat je dan een tweede helft hier op gaat het sowieso moeilijk gaat krijgen. Ze hadden al bewezen het voorgaande match, zoals tegen Turk Sport, stonden ze ook 3-0 achter, komen ze terug tot 3-3. Dus, maar ik moet zeggen, de 2-0 valt op een schitterend moment voor ons. Ze maken dan ook wel een aansluitingstreffer, maar vandaag eigenlijk qua inzet en voetbal hebben wij niet meer wedstrijd gespeeld. Medio? Ik sluit mij volledig aan Matthias. Ik denk dat ze de eerste helft, één kans op doel hebben gehad. Dat was al een schot buiten de bakken, waardoor onze keeper super tussen zit. We komen daar niet over. Ik denk dat echt geen kansen meer weg hebben gegeven. Die mannen zijn dan tweede helft al beginnen drukken. We zijn met 3 van voren gaan spelen. We hebben ons even laten vangen, vooral ik ook. Maar ik heb een beetje laten vangen door gewoon van voor te blijven meespelen. Die mannen maken 2-1. En ik vind dat wij tegenover wat we eigenlijk gewoonlijk doen in de tweede helft, we ons eigenlijk niet laten vangen en gewoon verder blijven voetballen. En dat wij daar eigenlijk de 3-1 van maken, of 1-3. Maar ik vind dat wij eigenlijk ervoor gevochten hebben en ik vind dat we super gespeeld hebben. Wie is volgens jullie speler van de week? Ik vond vandaag 11 spelers van de week eigenlijk. Iedereen is geweldig ingezet. Maar ik heb al vernomen dat David en de was een Greg. En de Greg, ja. De Greg en de David in de boeken. En daarna kwam Nedio met zijn 2 doelpunten. Oh, dank je. Dus is blij. Nee, het werd iets tijd, want ik begon een beetje gefrustreerd te raken. Daarom is eigenlijk een groot deel dat ik naar hier ben gekomen ook om een beetje te scoren. En in de cabine heeft de coach gevraagd om te scoren. En, ik scoorde 2 keer. Ook medewerker van de 11 spelers, of 10 spelers dan, die achter mij stonden en constant positieve commentaar en ervoor gevochten hebben. Dus ik denk dat we hier echt laten zien hebben dat er 10 of 11 man op het plein stonden en dat we eigenlijk mee aan de top kunnen. Maakt je de vorige seizoenen ook al zoveel doelpunten of niet? Ik kon u niet zeggen dat ik geen doelpunten moet, maar ik maakte er aan lopende band wel eens een bootje mee. Oké, bedankt Nedio en Matthias en ook veel succes. Jacco, we willen toch nog eens even een speciaal dankwoordje richten aan onze supporters, die toch weer al talrijk aanwezig waren en onze luidruchtig hebben aangemoedigd. We waren zelfs met meer dan Boeghout supporters. Ja, dat is al 2 keer, zelfs op Essen. Wat toch niet zo dicht bij de deur is, waren wij ook zeer talrijk vertegenwoordigd. Ja. En ik vind dat schitterend, die mensen er elke week opnieuw staan. Ik vind het super dat op elke verplaatsing dat we eigenlijk de thuisploeg overtreffen met onze supporters. Mm. Ze zijn er terug te gaan aanwezig. En vooral, hoe noemen ze de 2? Ja, ik kan er niet direct op. Kom maar ook niet op. Madame Meer Klakski, grote borsten. En haar vriend, hè? Ja, haar vriend. Ik kom niet op haar naam, dus sorry ervoor. Anders zullen we haar even gaan roepen. Sorry ervoor. Moet ik ze even gaan roepen, want ik weet wie je bedoelt. Ja, mocht ze erbij halen. We gaan nu even halen. Wat vind je een verstandige beslissing? Als je zegt, verdikken, dat is een kerel die ik moest u dan maar roepen? Ik ben de Nedio en de Matthias. En u ook. Waarom? Ik kom de bal door. Ik kan wel doen. Het keukenschap. We hebben ze gevonden en er zal iemand komen bijstaan. Dat is Nick, Stef en Stan. Een grote bedankje zeggen aan deze 2 hooligans van onze ploeg. Zij zijn de harde kern. Ze laten zich altijd van zich horen. En ik vind het gewoon super. Als ik die 2 bezig zie of hoor, dan voel ik mij precies in het zuiden. Daar zijn ze ook zo lawaaierig. Vertel ons nog eens wat je er straks vertelde over, mevrouw. Oh, ja, ik wist de naam niet, dus ik zei de madame met een mooi klaksje en het mooie voorgevel.
Even nog bij Nick. Nick, wat vond jij van de match? Het was super. Chris, zie dat ik toch gelijk had? Het was heel goed. Iedereen was goed aan het spelen. We verdienen gewonnen. Oké, bedankt allemaal en nog veel succes.